Ik ben Evert Vollebrecht, uw reporter voor vandaag in de snijdende kou. Wat doen mensen in deze lage temperaturen, harde snijdende wind? Is dit nou leuk? Of is het toch echt leuk? We gaan het zien. Hoe lang geleden heb jij voor het in de laatste in de sneeuw gesleed? Gesleed? Iets van een jaar, twee jaar, een jaar en een half jaar volgens mij niet. Oké, was het toen ook zo'n mooie sneeuw? Denk het niet. Nee. Want ben je er blij mee? Ja, heel erg. Ja. Hoe lang hoop je dat de sneeuw blijft liggen? Week. Een week? Waar ga je nu sleeën dan? Ik denk dat ik zo meteen over de brug heen ga, daar is een hoge berg. Oké, dan kan je lekker een eentje naar beneden skiën. Nou ja, skiën niet. Skiën, sleeën. Glijden, zou ik maar zeggen. Oké. Okay. Ik begreep dat hier ergens over de brug een heuveltje zit waar ze sleetje rijden. Vlietsbrug. Op de Vlietsbrug daar zo. Ja, bedacht. Oh ja, dat is ook een goeie. Wij zijn lekker wezen sleeën en daar is een berg en dan ga je heel hard. Oké. Okay. En dan oppassen dat je niet in het water belandt. Ja, dat lijkt me wel handig. Ja, ja. Dat is een risicootje daar, begrijp ik. Maar het ging goed, hè, meiden? Ja, we zijn wel één keer gevallen. Ja, één keer gevallen? We zijn samen geweest en toen zijn we heel hard op zijn kop gevallen. Oh jee, niks gebroken? Nee. Nee, want dan moeten we skivlucht hebben. Dan kunnen we het niet hebben, hè? Hey, en wat is de laatste keer dat u geskiet heeft? Of gesleed heeft? Nou, dat is volgens mij, hoe lang is dat wel niet geleden? Ik denk een jaar of zes geleden of zo. Ja. Klein was, dus... Dit is ongekend, dit. Dus je hebt er zelf ook even op gezet? Zeker, ja. Ja, absoluut. Ja, dat laat niet aan me, die kans laat ik niet aan mezelf erbij. Heerlijk, toch? Ja. Heerlijk. Ja. Zo, dus nu aan de chocomel? Ja, ja, ik denk dat we even iets warms gaan drinken om op te warmen. Nou, heel veel plezier, wel thuis. Dank u wel. Ja, u ook. En veel plezier met de chocomel, hè? Ja, lekker. Dag. Dankjewel. Wat heeft hij voor mos? Een sneeuwmolmachine ding. Ja, dat doe je zo en dan... Ik heb het ook niet helemaal onder knie hoor, maar... Kijk, en dan moet ik op iemand gooien. Ja. Zo, de kou aan trotseren. De kou aan trotseren, ja. Moet, na al die jaren is het een keer leuk om weer te doen, hè? Ja, zeker weten. Ik zie ook mensen een sleetje rijden. Maar er is de laatste keer voor u geweest dat ik sleetje gereden heeft. Nou, dat was met de kinderen, denk ik. Maar die zijn inmiddels ook al 23 en 21. Dus ik schat een jaar of 10 geleden. Ja, dat denk ik, ja. Zoiets. En hoe lang mag de kou nog duren wat u betreft? De kou mag nog wel even duren, maar dan met een zonnetje erbij. Ja, een beetje het wintersportgevoel. Ja, ja, ja. Maar het is wel lekker even buiten te zijn. Het is lekker. Het is even de kou trotseren, maar... Zeker goed aankleden. Hè? In de coronatijd is het tenminste even wat anders. Ja, ja, dat is een goede afleiding. Daar heeft u helemaal gelijk in. Waar gaan we zo drinken? Chocomel en een ertessoep. Chocomel en een ertessoep. Heerlijk. Ja. Dat mag u klaarmaken zeker, of niet? Een pakketje en een worstenbroodje erbij. Oh, het klinkt ontzettend aangenaam nu na deze kou. Heel veel plezier, eet smakelijk. Dankjewel. Veel mensen trotseren toch de kou. Maar goed, het is inderdaad, zoals onze vorige spreker zei, een heerlijke afwisseling van het standaard corona gebeuren. Hoe was het nou? Kom eens bij de microfoon. Dat is superleuk! Ja? Ja. En wat vind je er leuk aan dan? Nou, dat je super hard naar beneden gaat en dan in de sneeuw belandt. Ja, heerlijk hè. Nou, je gaat echt kaart naar beneden hier en dat is superleuk. En mama, is het, wat gaan we zo meteen drinken en eten om weer warm te worden? Chocolademelk! Ja! Warme choco! Gaat er voor de ouderen stiekem nog wat anders in? Nou, een klein schootje rum misschien, dat zou wel aangenaam zijn inderdaad, ja. Hi, wat doe je in de snijdende wind hier? Ik ben aan het wandelen naar de sportschool. Oké, okay, dus een sportieve prestatie om een sportieve prestatie neer te zetten, zeg maar. Precies. Nou, dat doe je goed, zou ik maar zeggen. En het is niet zo dat je een sleetje gaat rijden? Ik heb geen slee meer. Okay. Anders zou ik dat zeker doen. Wanneer is de laatste keer die slee gereden hebt? Ik denk 5 of 6 jaar geleden. Oké, okay, dat is een poosje geleden, dat is jammer. Ja. Dus in ieder geval geen kans op benen breken. Ja, dat niet. Ik heb vanmorgen wel gesnowskate.
Ah, oké. Okay. Skateboarden, maar dan zonder je wieltjes eronder in de sneeuw. Oh, wat gaaf. Waar heb je dat gedaan dan? Bij het Zuidwendepark, bij die heuvel. Oh ja, dat is een mooie plek inderdaad ervoor. Als je nou gesport hebt en je komt terug thuis, wat ga je dan eten en drinken? Barmer chocomel en erwtensoep. Ja, dat zit erin. Dat doen we allemaal, geloof ik. Het nationale gevoel krijgen we daarmee, volgens mij. Ja, het hoort er echt bij dit weer. Ja. Nou, ik zou zeggen, wandel gauw door, want de wind snijdt flink door alle kleding heen. Ja. Bedankt, hè.